Molly vlogt. Foto, lachen. Lachen. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is zaterdag, de dag na Koningsdag. En we zijn gewoon thuis. En Olivia is beneden. Opa en oma van Olivia zijn net geweest. En we gaan koken en lekker eten. We hebben vanmiddag even een Mackey besteld. Dat was even nodig. En nu gaan we normaal eten maken. Het is weer eens zo'n intense bende in huis. Maar ja. That happens when you have kids. Hi Sander. Hey! Wat ben jij, broder? Ja, ik ben mijn favoriete gerecht aan het maken. Oh, wat ben jij aan het eten? Mag ik ook een hapje? Ja, ik ga een soepje eten. Ben je lekker soepje aan het eten alvast? En wat heb je in een mooi slabbetje om? Of hoe lang gaan wij eten? Nu is het zo? Echt? Ik heb zo'n honger. Oké, okay, ja, ik heb je net twee uur lang gevraagd of je dat wil eten. En twee uur lang zei je nee, ik hoef niet te eten. Ik ben 20 minuten geleden begonnen met koken en nu heb je wel honger. Kom, we gaan samen vloggen. Zullen we samen gaan vloggen? Wat gaan we vertellen? Kletsen. Kletsen gaan we. Dat is Olivia haar nieuwe lievelingswoord. We gaan kletsen. Weet je waar we over kunnen kletsen? Mickey Mouse. Oh ja, we kunnen wel even over Mickey Mouse kletsen. Want wat is er met Mickey Mouse? Die vind jij heel leuk, hè? Hoe zit er onder? Je zit helemaal onder de tomatensoep. Maar je bent nog steeds net zo mooi. Het is zo lekker. Ben jij een advertorial voor tomatensoep? Daar is Olly. Daar is Olly. Olly, zullen we lekker een gember shot nemen? Een tempel. Doen we zo'n gembershot er zo. Even een kleine tip voor mensen die rode uien te sterk en te dominant vinden in hun... Ik had net geleerd dat je dat lekker in water moest doen. IJswater, dus dat heb ik gedaan. Lilula. Hoe cool. Lilula. 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 Olivia noemt limonade Lilua. Lilula. Lilula. Nee, dit is geen Lilua, dit is bal. Dit is gembershot. Mag ik een hapje tomatensoep van jou? Oh. Het zonnetje komt door. Wat maakt de boot daar nog weer nu? De boot? Bollen. Ja. Dankjewel. Goeie avond. I love you. Noor luister eens. Oké, nou ja. Als jullie een man hebben die kookt, heel leuk natuurlijk. De bende. Serieus, ga je dit nou doen? Ja. De bende. Maar je kan ook even zeggen, oh, ik heb echt heerlijk lekker gegeten. Ik heb heerlijk lekker gegeten. Poep. Heb je een grote poep gedaan? Ja. Maar nog grote poep. Ha! Precies poef. Nee, jij bent de boef. Ga je pakken? Ik ga jou pakken. Lief, hè? Good morning. Het is zondagochtend. En ik ben met Olivia aan het ontbijten. En we gaan zo even naar... Ik denk dat we even naar opa en oma gaan. Toch? Dat is wel gezellig misschien. Opa. Wil je de camera even vasthouden? Goed vasthouden. Wauw. Mama weer? Nu is het klaar. Nu is het klaar. Ja, morgen gaat het koppen. I am so dangerous. So dangerous. Maar
Maar het is wel echt heel mooi hier. Tering. Wel een goed geluidje, toch? What a crazy man. Maar goed, ja, als je die 9-11 hebt, dan doe je dat gewoon. Verder. Zal ik gaan zitten? Ja. Is dit een mooie foto, jongens, of wat? En het regent. Zullen we... Kijk, als je een Instagram foto maakt, zorg er dan in ieder geval voor dat je onderwerp... Dat je vriendin is shoppen. ...midden in het scherm terechtkomt. Dan kan je mooi kroppen. Maar in dit geval gaan we even zo, want dit is natuurlijk veel mooier zo. Kijk eens naar het beeld. Nee, ik vind het zo mooi. Ja, dat zou wel mooi zijn als die iets lager is. Als je cropped op iets hoger doet, dat je je buik ziet. Zo? Ja. Wij zitten in de auto. We hebben net foto gemaakt. We zijn bij opa en oma geweest. Was leuk bij opa en oma, hè? Ja. Ja. Olly voor opa en oma gespeeld. Die wonen in Sassheim, dus naast de Bollevelden. Dus wij dachten... We maken even, wat is er? Ik heb een goed idee. We maken even een foto bij de Bollevelden. Maar het regent nu echt super hard, net miezerde het een beetje. Nu is het echt heel slecht weer. Dus we gaan terug naar Amsterdam. Dan gaat Olly haar middagdutje doen. Dan melk maken. Ja, we gaan thuis melkje maken. Even wachten, we zijn zo thuis. Middagdutje doen, dan gaan Sander en ik thuis maken. En daarna gaan we naar een verjaardag. Ik ben thuis en ik was mijn vlogcamera vergeten. En Momo is er. Ik ook overal naartoe. That's Auntie Momo. En dat is... Oh, ga je popje naar school brengen? Ja. Kijk, Olly heeft een hele leuke broek aan vandaag. Echt zo cute. Van de River Iceland. Zij maken, mooi. Mooi, hè? Zo mooi. Zo mooi. I love you. Wil je wat drinken? Oh, mijn batterij is ook nog eens leeg. Nou, amazing. Wij gaan zo eten en chillen. Is goed. Wij hebben die spaghetti besteld. Olly gaat alvast beginnen. Ze moeten ook werken. En we hebben burrata, brood, pasta en groente voor de vorm. Heerlijk. Morgen, Olivia. Deze pot in de muur. Ja. Oh my god, guys. Volgens mij heb ik hier de hele dag niet gevlogd. Het is echt een slechte vlogweek. Halfweek. Wat heb ik gedaan? Vandaag. Olivia gespeeld, gewerkt, geshoot. Die foto staat net online. Oh, dat kan ik nu nog wel even zeggen in de vlog. Ik doe vrijdag, aanstaande vrijdag. Dan zijn de meesten vrij, want het is vakantie. Een meet and greet met Tommy Hilfiger in de Bijenkorf. En de eerste 120 mensen krijgen een goodiebag. En het is van, let me check, volgens mij 2 tot 3:30 ben ik er. In de Bijenkorf in Amsterdam. Dus dat zit op de Dam. Olivia is lekker aan het gillen. En ja, dus daar heb ik nog een foto van gepost. Deze foto. Ga hem even liken als je hem nog niet gezien hebt. En wat wilde ik nog meer zeggen? Dus die foto heb ik net even gemaakt. En die ging even zwemmen bij het Amstel. En nu gaan we eten koken. Ik wilde nog iets vertellen, maar ik weet niet meer wat. Alles goed? Ja. Heb jij honger vandaag? Fucking honger. Ik ga Olivia naar de kostschool brengen. Nee, echt niet. Hoi Olivia. Wat heb je een mooi hondje. Waarom zeg je dat? Dat is daar dreig ik de hele dag mee bij Olivia. Ah, super. Sander. Patty. Sander. Ja. Hoe groot is de kans dat jij mij vermoord als ik vanavond niet opruim? Het is zo'n bende boven. Sander en ik haten elkaar. Nee, jij bent zo haatdragend vandaag. Kom ermee. Mama, kijk zitten. Kijk zitten.
Ga ik het in elkaar zetten. Okay. Olly wil pelen. Olly is echt wakker. Laat je staartjes zien. Waar is iemand had gezegd in de comments dat Olly op een varken leek. Dat is het enige wat jij daarop moet zeggen. Oké. Oké. Is het eten bijna klaar? Serieus, ik heb zo mijn best gedaan. Dit is echt gek. Ga je even vloggen? Zo, wat ga je laten zien? Mami? Ja? Kom maar. Ik ga een klein minuutje aankijken. Goed zo, goed zo. Nee, je moet je gezichtje erin zien. Olly's gezichtje moet je zien. Kijk, Olly's gezichtje moet daarin te zien zijn. Zie je? Nee, ja, zo, goed zo. Ja! Olly vlogt! Foto, lachen! Lachen! Samen op de foto? We gaan een foto maken. Lachen! Olly kijkt schil naar de kamer. Doe maar uitzetten. Ja, we gaan met je. And the dinner is served. Mijne ziet er echt niet meer lekker uit, omdat ik alles in kleine stukjes heb gesneden. Maar het smaakt echt super lekker. Ik heb de pasta saus helemaal zelf gemaakt. Nu moet je eten. Nu gaat Olly ook eten. Zo lekker. Nu klaar de tanden. Goed met het vorkje eten, hè? Dat maakt gewoon verschil. Dus je moet gewoon basically goede, toffe, fijne, beetje overrijpe, halve overrijpe tomaten moet je ontvellen. En die moet je gewoon helemaal, ja, weet je wel, zo droog mogelijk koken. Met ja. Oregano en dat doe je dan uiteindelijk in een bodempje van ui en knoflook. Ja, zo lekker ook niet. Het is echt heel erg gelukt. Heel erg lekker, ja, vind ik ook. Ja. En dan eigen balletjes draaien met rozemarijn. Dan ben je lekker bezig. Oké. Blessed with the man that cooks part 100. We gaan even verder opruimen. Tenminste, ik ga het even doen. We don't have the days and the weeks and the nights turn to drinking about the past. And it all comes back and drinks leave the takes, leave the calls that I regret when I wake up. Okay, en alles is er enigszins niet helemaal schoon. En ik moet jullie nog iets vertellen. Tenminste vertellen. Ja, vertellen. Nee, laten zien. Ik heb geshopt deze week. Echt een hele impulsieve, spontane aankopen van allemaal designer dingen. Dus ja, ik heb wel een beetje te veel geld uitgegeven, maar soms moet dat. Dus mocht je er comments over achterlaten, I know. Het eerste dat ik gekocht heb zijn deze Dolce & Gabbana oorbellen. Een D en een G. En ik vind ze dus heel erg leuk omdat ik van mijn achternaam De Groot heet. Dus De Groot. Dat is het eerste dat ik gekocht heb en de rest ga ik even laten zien nu. Ik zal de items trouwens hieronder even linken. En het eerste dat ik heb gekocht is deze. Een nieuwe tas van Fendi. Ik heb nog een tas van Fendi gekocht. Ook een tijdje geleden. Die heb ik nooit laten zien, bedenk ik me nu. Maar goed, ik heb de dingen er nog niet afgehaald. Hij ziet er zo uit. En I am obviously in love. Het is een soort van riet, dus... Ik kan hem ook naar het strand en zo aan. Ik zal hem dus hieronder linken. Even kijken. Hij gaat zo open. En ik zal hem straks uitgebreid laten zien. Voordat Sander naar Olivia thuis komen. Dit is hoe de binnenkant eruit ziet. Volgens mij is het... Oh, het ruikt zo lekker nieuwe tas. Ja, het is één vak. Best wel groot ook. Dus hier kan ik echt mijn vlogcamera, make-up en alles in doen. Dus dat is tas nummer 1. Let me know wat jullie vinden. Oh, wat chill. Het hardware is cool. Draagt het goud. Je hebt hem ook met rode F'jes. En hij is dus heel lang. Want ja, dit is de strap. En de tweede tas die ik gekocht heb.
zit ook nog allemaal papier en plastic om. Is een heuptas, riemtas, alles. En die is van Balenciaga. En die ziet er zo uit. Die kan je dus zeg maar zo met je armen zo dragen. Over shirts. Als riem. En gewoon zo. Sorry voor deze amateuristische demonstratie. Maar die komt thuis. En er hangen allemaal leuke dingetjes aan. Eiffeltorentjes en alles. Ik ben even mijn kasten en zo aan het opruimen. En ik ging even designertassen apart zetten. Dit zijn degene eigenlijk die ik het meest draag. Alleen ik zit eraan te denken om deze weg te doen van Valentino. Die heb ik heel weinig gedragen. De leer is echt zo zacht. Maar ik draag hem gewoon niet. Hij laat de kleur niet helemaal zien. En ik denk dat ik dit Gucci heuptasje weg ga doen. Die draag ik ook niet zo heel erg veel. Alleen misschien vinden jullie het wel leuk om even mee te denken wat de beste plek is om het te verkopen. En dit moet ik allemaal nog uitzoeken. Qua designertassen. Deze heb ik trouwens ook nieuw. Die van Burberry die je twee kanten kan dragen om te reizen. Ja. Ik vind deze best wel leuk. Iedereen haat deze tas. Tenminste. Er zijn een aantal mensen die hem ook helemaal geweldig vinden. Ik denk dat ik hem morgen ga meenemen. I like it. Good morning. Het is dinsdag. Woensdagochtend. Dinsdagochtend. En ik ben vergeten de vlog af te sluiten. Dus dat wil ik bij deze nog even doen. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben. En ik zie jullie zondag weer.